Goedendag en hartelijk welkom bij Gebruikerscentraal. Centraal. Wat fijn dat je kijkt. Mijn naam is Lela Puneaurats. Ik ben dagvoorzitter, presentator, spreker en gastdocent. En vandaag deel 2 van de lessen tijdens de corona. En eigenlijk gaan we kijken wat hebben we erna geleerd. Het is niet alleen maar dan heb je het geld. Ongelimiteerde tijd en alles is mogelijk. Maar wat gebeurt er daarna als de urgentie weg is? En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doen we samen met jou, maar ook met Sebastian van Lunteren. Hij was tot twee weken geleden teamcoördinator en programmamanager corona-ontwerp COVID-19 bij de ministerie van VWS. En je werkt er nog steeds? Hè? Ja, ik niet, zit er nog steeds. Niet in die functie, maar. Nee, nu even, even wat tijdelijke. Uh klusjes op zoek naar een nieuwe, Precies. op zoek naar nieuwe, nieuwe groter werk, ja. En het liefst dit gewoon verder voordragen, ja. Nou, daar horen we zoveel meer over. En naast hem zit Wieke Schraakamp, is behavioral designer. Interessant, een leuke functie. Gaan we straks ook veel meer over horen? Dat was heel belangrijk ook tijdens corona. UX-onderzoeker bij Vlasblad en een strategisch onderzoeks- en ontwerpbureau. En ze werkte een jaar lang in het data- en ontwerpteam van VWS. Dus jullie werkten heel intensief samen. Ja. En uh, jij mag natuurlijk ook heel graag meedoen. Stel al je vragen net zoals vorige keer. Daar zijn we heel blij mee. En dan kan ik ze natuurlijk weer aan jullie stellen. Sebastian, ik zei het al. Vorige week hadden Tamas en Chris het er ook over. Er was ongelimiteerd geld. Uh, alles was mogelijk. Alles werd opengegooid. En dan is de urgentie weg. Nu zijn we daar. En wat doen we nu met de lessen die we geleerd hebben? Of zijn we weer terug bij af? Goeie vraag. Ja, volgens mij zijn we zeker niet terug bij, bij uh, af. Want er zijn veel lessen geleerd. Je ziet ook dat de samenleving echt veranderd is sinds uh, COVID. Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Denk alleen al aan het thuiswerken uh, en, en toch de relatie van burgers ook met een rijksoverheid. Uh, daar lijken ook wel wat, wat uh, dingen anders dan zeg zes jaar geleden. En is die positiever of negatiever, makkelijker of moeilijker? Makkelijker of moeilijker weet ik niet, maar er zit wel wat spanning op. Um, dus je ziet wel wat polarisatie en dat doet ook wel. Nou, je ziet bijvoorbeeld dat het vertrouwen in de in instituten uh, toch wel gedaald is. Vaak bij de start van een crisis zie je dat het vertrouwen in de, uh, iets, iets stijgt. Bijvoorbeeld in een landelijke uh, leider-premier. Uh, en dat was hier ook het geval, maar dat daalde daarna al vrij vlot en dat is nooit meer helemaal teruggekrabbeld. Uh, dus daar is wel werken aan de winkel ook de komende jaren voor de overheid en daar kunnen we ook weer die lessen van die ontwerpende aanpak die we hebben toegepast uh, de komende jaren in meenemen onder andere om dat te herstellen. En dan is het handig als je een behavioral ontwerper hebt toch die en designer die dus ook echt kijkt naar het gedrag. Wat heeft de mens nodig? Waar blijft ze vragen over stellen? Geven we daar antwoorden op? Toch, Wieke? Ja, we hebben um, um, denk ik vooral heel veel geleerd om. Uh, situaties echt in zijn hele context te kijken. En niet alleen um, uh, te kijken naar dit soort beleid. Uh, en hoe gaan we dat uh, nou, laten zien of duidelijk maken aan de burger bijvoorbeeld. maar echt kijken naar het hele, hele systeem. van uh, lukt het mensen om uh, die testen te kopen? Weet je wel, is daar geld voor of moeten we dat op een andere manier doen? Uh, dus we hebben, denk ik, ja, heel veel feedback verzameld van burgers op allerlei verschillende manieren. Uh, die manier. Uh, hebben we nou, services ontwikkeld en dat steeds blijven, zijn we steeds blijven itereren. En die services waren voor toen ontwikkeld. <kijkt> zijn er ook dingen die we nu nog steeds gebruiken? Waarvan we zeggen van, hé, hey, dit heeft toen heel goed gewerkt. Dat feedback ophalen, kijken wat mensen nodig hebben. Passen we dat nog steeds toe bij de overheid? Ja, dus je ziet dat bijvoorbeeld inderdaad, nou ja, uh, dus hetgeen uh, je nu noemt, dat je bijvoorbeeld je platformen zo in... Uh, richt dat mensen veel directe feedback kunnen ophalen, omdat dat was een tijd waarin we eigenlijk elke vier weken wisselden alles. Dan moesten we weer wel testen, dan weer niet, dan moest je in quarantaine. Dus toen moesten we heel snel ophalen, werkt dit, wat vinden mensen ervan? Nou, dat type dienstverlening. Uh, we zijn nu al aan het kijken, hoe kan je dat op andere plekken ook doen? En dat is nu iets wat bijvoorbeeld rond de infectieziektebestrijding wel al meer gebeurt. Dus dat je je platformen zo inricht dat je zeker weet dat je ook feedback ophaalt ten alle tijden. Snappen en mensen dit? Dat was niet iets gewoonlijks bij de overheid hè? eigenlijk, wat veel gedaan werd. Dat je continu aan het kijken was van wat doet de burger, wat heeft de burger nodig... en wat doet hij met die informatie die we hem zenden en geven. Dus dat je over en weer continu aan het met elkaar aan het pingpongen bent, zeg maar. En daar ben jij, heb jij heel erg op ingezet. Ja. We hebben. Nou, ik, we, um, ik kwam gelukkig in een team terecht. Waar eigenlijk mensen. Iedereen had heel erg die ontwerpende aanpak. Dus heel erg um, uitgaande van. Um, ontwerpen is niet alleen maar iets bedenken. Ontwerpen, het grootste deel van ontwerpen is een probleem. of een situatie begrijpen. Uh, dat uit elkaar pluizen. En gepaste oplossingen bij die deel. vraagstukken te bedenken. Uh, en dat. Uh, dat uitgangs. En, en daarvoor moet je ook heel goed begrijpen hoe mensen dingen opvatten en doen. Dus bij ons was dat in het team, vond ik in ieder geval heel prettig, dat dat gewoon al heel erg. Um, nou ja, zo dat werkte. Je niet uit te leggen. Precies, aan elkaar. Ja. Dat scheelt toch? Dus dan kan iedereen zijn eigen stuk pakken en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. Maar hoe wordt dan zo'n ontwerpende aanpak toegepast als je dan dat uit gaat voeren met elkaar? Ja, we hebben. Um, we, hebben, we, hebben, we hadden op onze website. We hebben dus heel veel verschillende soorten onderzoek gedaan. Maar eigenlijk een van de meeste was voor mij ook echt een hele grote les. Uh, open feedback. Ik had daar van tevoren wat minder vertrouwen in, denk ik. Um, hoeveel dat op zou leveren. Ik dacht dat is heel veel gedoe. En dat is toch anders dan dat je met mensen praat en wat meer context meekrijgt. Maar wat denk ik wel bij de overheid gebeurt. Ik denk wel dat er heel veel onderzoek wordt gedaan. Maar wat wij deden was. Niet ook wel heel erg op, op systeemniveau kijken, maar ook juist in de details. Um, copy bijvoorbeeld, tekst op een website. Dat is iets wat op een of andere manier toch net vaak een beetje ondergeschoven kindje is. Um, en wij gaan ervan uit dat als je iets, iets maakt, een product of een service of een tekst, dan is het niet af als je het live zet. Dat is eigenlijk het, Je kan van tevoren testen, onderzoeken, gebruikstesten. Um, en soms kom je ermee weg om daar te stoppen, maar meestal niet. En dan heb je meer nodig. Want dan, dat is eigenlijk het moment dat je die echte feedback krijgt. Want dan heb je echte gebruikers die echt tegen problemen aanlopen. En ik was super positief verrast um, over hoe uh, mensen, bezoekers van onze websites, um, echt hele constructieve feedback gaven. Er waren wel heel af en toe, zat er wel eens in kindermoorden, iets, iets naars tussen. Maar over het algemeen echt dingen waar we super veel aan hadden. En dan konden we dus heel makkelijk uh, itereren. En wat ook heel veel scheelde, is dat het ons ook wat uh, geloofwaardigheid gaf. Want als ik zeg tegen iemand binnen VWS, ja, dit uh, snappen mensen niet, Ja, dan denk ze, het is goed met jou. Uh, maar als ik al laat zien, kijk, we hebben zoveel reacties gekregen. De afgelopen week, op uh, 70% begreep dit stukje niet, je moet er wat aan doen. Ja, dan kom je, dat gaat een stuk sneller. Nou, je noemde twee dingen: hè? A, is uh, dat je feedback ophaalt, onderzoek doet. En daarnaast zei je dat vertrouwen heel belangrijk is. Uh, dat stuk van vertrouwen, want als je het werk aan het doen bent, moet je elkaar ook onderling kunnen vertrouwen. En nu zijn jullie natuurlijk nieuw en vreemd. En ik weet niet zo goed wat jij allemaal doet. Hè? Dus hoe win je dat vertrouwen met elkaar? Hoe zorg je ook als team dat jij je werk kan doen? Vanuit die vertrouwen. Ja, dat is best een lastige. Um, vooral omdat je start, dus eigenlijk doe je vooral als ontwerpteam opdrachten voor andere teams. In onze uh, gevallen voor team COVID testen, team COVID vaccinaties, isolatie, reizen. Um, in eerste instantie eerste in was dat, daarna ook voor andere teams, buiten COVID. Um, maar die. We moeten toch wennen aan zo'n ontwerp en aanpak. En vooral wennen aan het feit dat wij zeggen: we gaan je helpen. We gaan dingen voor je onderzoeken. We gaan kijken wat mogelijke oplossingen zijn. Maar we weten nog niet wat eruit komt. En we weten nog niet precies hoe lang het gaat duren en hoe het gaat lopen. En dat is binnen een overheid best wel een lastige pitch. Ja, want alles in zo'n overheid is erop gericht. Omdat risico uit te bannen en dan kom jij met, we weten niet precies hoe het gaat lopen, wat eruit komt, hoe het gaat vallen, maar we gaan wel vanuit de samenleving kijken wat de behoefte is en wat we daarmee kunnen. Uh, dat gaat bij eigenlijk be tegen best wel veel in van hoe zo'n overheid denkt en werkt. Um, wat dan helpt, is als je een portfolio hebt. Bijvoorbeeld hebben we gemerkt, dus de eerste vijf keer was moeilijker dan de tweede vijf keer, want toen konden we zeggen, maar deze vijf keer wisten we het ook niet, maar uiteindelijk stond binnen een maand stond dit er. En dit er, en, en dit er, en zo hoog was de tevredenheid. Dit heeft het gedaan met het vertrouwen. Maar, Wieke, het is niet alleen zo dat je dus data kunt laten zien. Het is ook belangrijk dat je als mensen elkaar vertrouwt. Hè? En bij jou werkt het ook goed binnen de communicatie. Op een gegeven moment ging er iemand voor je staan. Neem ons even mee hoe dat uh, gegaan was. Ja, ik had veel contact met iemand die uh, eigenlijk de brug was tussen, uh, of een brug was tussen communicatie en beleid. En uh, er zaten natuurlijk heel veel mensen in de communicatie. En uh, we spraken veel met beleidsmedewerkers. En uh, het is toch een beetje wennen als iemand ineens extern van buitenaf komt en dan een mening heeft ergens over. En uh, zeker als die anders is dan, uh, dan de aanpak die je gewend bent, dan is dat natuurlijk, schuurt dat eventjes. En andersom natuurlijk ook, want ik pak de, pak de dingen ook op een heel on onhandige manier aan omdat. De um, overheidwereld was niet je vaste wereld waar je altijd werkte, denk ik. Nee, precies. Nee. Dus dan moet je ook zoeken en wennen. Hè? Waar, ja. Hoe werkt dat? Politieke sensitiviteit. Ook, ja. ook dat nog, ja. Um, maar wat, wat ik heel fijn vond eraan is. Ik merkte um, met uh, dat, nou, degene waar ik veel mee schakelde. dat in het begin hadden we wel eventjes. dat het heel even een soort schuurde. Uh, maar er was één moment. dat kwam een soort van klik. en tussen ons en daarna hebben we echt super fijn uh, samengewerkt. En uh, uiteindelijk heb ik ook heel veel van haar geleerd. En, uh, en zij van jou? Dat hoop ik dan, dat weet ik niet. En zo kon je um, ook voor de, in de rest voor elkaar springen? Precies, dus wat um, ik heb het gevoel dat zij ook, uh, omdat zij. Ik, ik had het idee dat zij mij vertrouwde op een gegeven moment. En dat dat heel erg hielp ook om de rest mee te nemen in uh, dingen. Want zij kennen haar, ze nemen haar al helemaal serieus. Um, dus ja, als zij. Um, als wij samen ergens over nadenken, dat scheelt gewoon een heleboel. En dat was ontzettend prettig om daar echt iemand te hebben. Want je kan uh, een heel verhaal over human-centered design gaan houden en bla bla. Maar dat is toch wel echt heel anders dan, dan dat je echt even goed ja, met iemand een band opbouwt en echt elkaar begrijpt. En vertrouwen gaat heel veel kanten op. Hè? Vertrouwen in overheid, overheid, het vertrouwen in burgers. Mm -hmm. Er zijn heel veel dynamieken. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Uh, ja, goede vraag. Dat, dat vertrouwen, nou ja, onder andere door te, door te kijken en te meten, voelen mensen zich geholpen. Dus een van de uh, grootste parameters die we zagen is: zijn mensen blij met uh, bijvoorbeeld de informatievoorziening die we bieden? Waarin je al heel gauw zag dat mensen zeiden: Ik wil gewoon iemand kunnen bellen. Ik wil niet twee pagina's COVID-informatie vanuit rvm.nl moeten. Ik wil gewoon weten, kan ik nou volgende week naar Frankrijk of niet? En zo, ja, wat moet ik dan doen? Dus door dat te meten, dat te gaan servicen en eigenlijk continu te kijken, oké, okay, voelen mensen zich nu geholpen? En, en daar is Wieke dan weer heel erg goed in, omdat na te gaan mensen zijn meer geholpen dan als ze twee weken terug waren. We zien dat het leidt tot betere diensten. En als je hen helpt, kun je veel meer mensen helpen, want die zitten met dezelfde vragen. Dus dan bied je juiste informatie aan, waar, wat leeft dus in de samenleving. En daarmee vergroot je dus ook een deel van het vertrouwen. Vat ik het zo samen? Omdat je dus kunt voldoen in de behoefte van mij, de gewone burger, zeg maar. Ja, mensen die zich geholpen voelen, die voelen zich serieus genomen door een overheid en die gaan dan weer vertrouwen. En dat vertrouwen, dat zal ze uiteindelijk weer terugbetalen. Maar dat is best een uitdaging. En daarin zie je dat de private sector, en dat is iets wat jij me misschien beter weet, maar al veel langer volgens dergelijke aanpakken werkt. Gewoon naar specifieke klantgroepen kijken. En, en, en wat willen die nou eigenlijk? Wat zijn hun behoeften en wat zijn hun drempels? Dat, dat is voor een overheid voelt dat nog wat nieuwer. Is misschien ook lastiger, want zeker in COVID ben je er voor iedereen. Er is niet een groep die je kan zeggen, ja, maar die kunnen ons. Product niet kopen, dus daar hoeven we niet naar te kijken. Dat kan niet als Rijksoverheid. Nee, je moet iedereen meenemen, dus dat maakt de aanpak lastiger. Ja, en, en je effect is, duurt wat langer. Want vaak bij, um, um, nou ja, als zij voor een schoenenmerk uh, ontwerpen bijvoorbeeld... dan heb je op een gegeven moment iemand die schoenen gaat kopen of niet. Die wil al schoenen en jij moet ze alleen nog overtuigen dat ze bij jou moeten zijn. Dan is uh, conversie is een heel, duidelijk, um, heel duidelijke KPI... Um, van oké, okay, ze zijn zoveel schoenen verkocht. Oh, We gaan net iets even tweaken aan de website. Uh, nu zijn er zoveel, dan kan je AB testen? Van, hey, en het is aanpassen. Ja, het aanpassen inderdaad van de website. Um, en dus dan kan je heel duidelijk zien, heel snel zien wat het effect is. En met dit soort soort hele grote, complexe systemen en dynamieken en mensen en sociale uh, situaties, is het gewoon wat lastiger. En was het voor jou ook leuk om op een andere manier te werken, dus veel erg vanuit het menselijke en minder vanuit het commerciële. Uh, ja, vind ik heel leuk. Ja, um, we doen ook heel veel dingen die juist heel erg maatschappelijk uh, uh, relevant zijn. Uh, dus het valt eigenlijk wel mee ook. Maar ja, soms doe je wat meer commerciële opdrachten. Maar Een van de zorg. vragen van thuis is: hoe draagt het ontwerpen bij aan de ontwikkeling van oplossingen in vergelijking tot andere methoden? Bijvoorbeeld het werken met afdelingen. Het werken met afdelingen. Ja, dus dan heb je verschillende hè, mensen op verschillende afdelingen. Hoe kun je dat misschien met elkaar in een vanuit een ontwerpende hoek ja. aanpakken? Ja. Oké, okay, ik interpreteer hem dan eventjes als um, werken met beleidsmedewerkers. Ik weet niet of die zo bedoeld is, maar... En verschillende. Um, en elke afdeling werkt weer anders. Precies. Ja. Dus ik ga daar even vanuit. Ik denk die... De ontwerpende aanpak is heel erg een mindset. En wat lastig is aan ontwerp als woord, is je hebt natuurlijk een functietitel die is ontwerper. Maar je hebt ook ontwerp is ook gewoon een werkwoord van uh, een probleem proberen te begrijpen en daar een passende oplossing bij zoeken. En dat, die twee dingen moeten niet door elkaar gaan lopen. Want iedereen kan in principe ontwerpen. Het is wel belangrijk dat je in je team iemand hebt die uh, wel echt die methode goed. Of nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende methodes, maar heel veel die mindset beheerst en dat proces kan begeleiden. Betekent niet dat andere mensen niet ontwerpen. Sebastian was ook deed het aan het, ont het ontwerpen. Um, maar ja, je hebt niet de ontwerper op je nee. LinkedIn. Um, maar dat gebeurt wel. En ik denk, ja, het is juist heel belangrijk om um, uh, dat ook juist beleidsmedewerkers gaan. Die on ontwerp mindset. Um, meer gaan kneden ja. en ontwikkelen, wellicht ja. ook. Ja. En je ziet het al, je ziet al bij um, um, uh, hoe heet het? Uh, Binnenlandse Zaken, uh, Anushka Scholten zit daar, zij is uh, beleidsontwerper. Uh, dus zij neemt echt die ontwerpende aan. En er zit er nog één iemand anders, die zit bij uh, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En er zijn heel veel andere mensen die dat ook doen hoor, maar die hebben dan misschien niet die... Die ja. dat officiële of officiële titel nee, omdat ze dat gewoon doen en meenemen. Strategisch ontwerpen, dat soort dingen. Uh, maar wat, wat zij doet, is juist heel erg dat uh, niet alleen kijken van hé, hey, oké, okay, beleid en dan design gaat. Weet je wel, zoek maar uit hoe je dit um, logisch kan communiceren of uh, uiten. Uh, zij kijkt juist heel erg: is, zijn, is het beleid wel haalbaar en uitvoerbaar en uit te leggen? En ik denk dat dat heel belangrijk is, want je kan met communicatie of met je dienstverlening ook maar zoveel doen. Je moet juist naar het geheel kijken. Um, en je bent ons dus al heel goed aan het meenemen wat belangrijke dingen zijn met het werken, uh, met een ontwerpende aanpak. Maar wat, geef even concreter aan van wat zijn nou dingen uh, als basis die je echt mee moet nemen. Ja. Nou, <coughs> een voorbeeld, um, dat was uh, een van de eerste persconferenties uh, voor mij in ieder geval. Bij VWS. Toen. Uh, er was heel veel gaande met het testbeleid. Of je nou moest testen en of je dan thuis moest blijven. En, uh, um, op een gegeven moment. Had, die persconferentie kwam er aan... En wij kregen om uh, 12 uur. Kregen wij uh, door van. Nou, dit is beleid. Kunnen jullie alvast. Wij moesten alvast die teksten gaan aanpakken. Bedenken hoe we dat um, op de website ging zetten. Want we hadden niet gewoon één lap tekst met het beleid. Maar wij waren heel. Onze website was vraag gestuurd. Dus iemand die, um, nou, dacht ik heb klachten en ik ben in de buurt geweest van iemand met corona, wat moet ik nu? Die kon, zeg maar, die situatie aanklikken. Die hoefde niet alle regels te lezen, mm -hmm. maar alleen maar het antwoord krijgen voor die specifieke situatie. Het scheelt een hoop. Een soort van mindmap ook. Pap, pap, pap. Of, uh, ja. ja. En, en dat werkte heel lekker, want mensen krijgen gewoon heel snel uh, antwoord op hun vraag. En, uh, maar goed, dat, wij konden dus niet gewoon zomaar de beleids tekst overnemen en uh, nou de, om 12 uur uh, kwam er nog een wijziging om vier uh, uur kwam er nog een wijziging twee uur van tevoren voor de persconferentie kwam er nog een beetje een wijziging niet hele drastische maar we moesten wel toch aanpassen en uh, nou ik uh, was best wel tevreden wat we daarmee hadden gedaan en en ik zit naar die persconferentie te luisteren en ik denk huh? dat is toch wel heel anders dan dat uh, dan dat het een paar uur geleden was dus wij hadden en wat nou, was, er was anders? Ik weet de details even niet meer. Maar er was een, een verandering in wanneer je moest testen en wie wel en wie niet. En het ging ook iets met. Er was iets met leeftijd. Als je 18 was en op voortgezet onderwijs zat. dan mocht je wel bijvoorbeeld sporten. Maar als je op het MBO zat en 18. dan niet. niet zoiets. Ik weet niet meer helemaal. Maar het was in ieder geval iets wat. wat een beetje gek was. Um, en... Um, nou ja, dus ik zit die persconferentie te kijken. En ik denk, oh, ik moet aan de bak. Dus uh, nou, ik uh, ben bezig om dat te herschrijven. En samen met die, waar ik het net over had, mijn contact bij uh, communicatie en beleid. En zij zit, uh, en wij hebben een discussie over dat nieuwe beleid. Want we willen dat proberen uit te leggen. Maar wij hadden allebei een heel in, andere interpretatie, interpretatie van dat beleid. Dus wij zitten een half uur lang, zitten wij in een discussie, hoe, hoe dat beleid in elkaar zat. En op een gegeven moment, en we hadden denk ik echt op hetzelfde moment dat er zo'n lampje bij ons ging branden. Van. Wacht even, als wij hier nu, terwijl wij echt in dit onderwerp zitten. al een half uur moeten discussiëren. hoe we dit moeten interpreteren. Hoe, hoe zit gaan u? we dat nou uitleggen aan een burger? Dat kan helemaal niet. Uh, dat is gewoon echt een rode vlag. En um, wat zij toen heeft gedaan, en ik denk dat dat dus heel belangrijk is. Wat dat het dus niet op design allemaal, um, of designers, laat ik het zo zeggen. Maar dat het juist meer naar voren ook moet getrokken worden. Van ja, maar waarom zou je het zo ingewikkeld maken? Misschien is dat helemaal goed doordacht met uh, verspreiding van dingen. Maar als, als mensen het gewoon op een gegeven moment niet meer begrijpen... ja, dan krijgen ze natuurlijk weerstand. En op een gegeven moment is het ja, juist... zoek maar doe, doe maar wat, weet je wel. ze af. Ja, precies. En dat was echt een moment dat het bij ons soort klikte van... nee, dit geven we gewoon terug, beleid. En, en zij heeft dat gedaan. En uh, ik weet niet of dat helemaal... Ik was er niet bij. Ik weet niet of dat helemaal haar... Um, uh, Alsof zij dat in er eentje geen idee. Maar um, uiteindelijk is het wel veranderd. Toen is er iets aangepast waardoor het gewoon minder complex werd. Dus het wordt, uh, de gebruiker werd weer centraal gezet als je het hebt over gebruiker centraal, toch? Ja. Hey, en dan is meteen mis, misschien een leuke vervolgvraag van iemand. Uh, waar heb je je dan het meest uh, over verbaasd mm -hmm. in zo'n ministerie? Of moet je er even over nadenken? Ja, um... mag hoor, want dan. Volgens mij, als ik dan kan ik even naar Sebastian. Als ik dan Wieke zo goed hoor, is het van belang dat uh, je naar het geheel kijkt als je ontwerpend aanpak ja. toepast. Dat je luistert naar feedback, test de aannames, want mm -hmm. ook hè, iedereen heeft daarin aannames en uh, goed duidelijk zien als het moeilijk wordt uit te leggen, dan is het ook moeilijk te begrijpen en ja. dus hè, moet je daar iets mee met elkaar. Is die zo goed samengevat voor iemand als ze denken: ik wil met een ontwerpende aanpak aan de slag? Ik denk het wel. En dat je dus niet begint vanuit een oplossing, maar je krijgt het andersom. Ja, maar dat is best moeilijk op een ministerie. Want, want? want je werkt in principe zo dat de politiek komt met een besluit. Eh, en dat komt vanuit de Kamer. En dan heb je een bewindspersoon en die hebben het erover. En, en, of. Uh, en die komen samen tot iets wat dan gesteund is. Uh, en dan is het aan de ambtenaren om het uit te voeren. Uh, en als je opeens allemaal ambtenaren krijgt. Uh, in je clubje die zegt: Ja, hé, hey, dit, dit is een leuk plan, maar we hebben, het, we hebben die aannames getest. en mensen zitten hier niet op te wachten. wat ga je dan, dan doen? Want eigenlijk is het al politiek besloten. Dus het vraagt best wel wat van zo'n overheid. Om, om op die wijze te gaan werken. En dat. Dus denk ik ook nog een antwoord op de vraag: wat is het verschil in werken van afdelingen? Ja, die afdelingen worden wel sen, sen, centraal aangestuurd. En als je met die ontwerpers werkt, heb je opeens allemaal mensen binnen die afdelingen lopen die zeggen: ja, maar hier zitten mensen niet op te wachten. Maar dan hoe? is het besluit eigenlijk al. Want het is een spanning, hè? Gemaakt. Hoe, hoe do, hebben jullie dat aangepakt met elkaar? Dat zijn pittige discussies. Ja. Uh, ik denk dat dat voor jou soms moeilijk is, omdat je iets ziet van hé, hey, daar is een behoefte. En dan vanuit de overheid te horen krijgt: ja, maar dat, dat, dat kan wel zijn, maar dat kan niet. Of dat is politiek niet haalbaar. Uh, waar je als ontwerper, denk ik, weinig een boodschap aan hebt. Uh, voor mij, ja, ik zat er een beetje tussen. Dus ik moet dan de, de discussie aan met mensen. En ik denk een goed voorbeeld is dat het test. Beleid ging helemaal aan het einde van de crisis. Hoefde je niet meer zo'n stokje in je neus te doen als je klachten had. Uh, dat, dat, dat is toen helemaal op het eind besloten. Toen was er allemaal wat minder aandacht. We hadden inmiddels bijna een, 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 een gascrisis. Uh, de covid-crisis was wat naar de achtergrond. Maar er waren nog wat maatregelen die, die nog wel speelden. Zoals inderdaad dat testen. Nou, dat ging er toen ook af. Je hoeft niet, niet meer te testen bij klachten. Um, dus we stonden... Dus stopte daarmee. En eigenlijk vonden we vanuit testen werd gevonden: van dat is nu klaar, dus we hoeven daar niet meer te, mensen te melden. Wat doe je als? Maar vervolgens krijgen we vanuit de onderzoekers terug: ja, maar mensen testen nog en mensen hebben heel veel vragen. En ik had klachten, ik heb getest, hij is positief, wat moet ik nu? En dan bots dus de vraag die je nog steeds ophaalt vanuit de samenleving, dus middels die ontwerp- en aanpak enerzijds, en je afdelingen en beleid, waarin gewoon centraal aangestuurd wordt gezegd: nee. Testen is klaar, dus daar hoeven we niks meer mee. En dan gaat het schuren, want dan gaan wij weer naar bijvoorbeeld Team Testen en zeggen: Je zal hier toch wat mee moeten. Je moeten. moet toch mensen gaan vertellen wat ze dan moeten doen, ook al hoeft het niet meer. Uh, want je wil inderdaad dat vertrouwen hoog houden. Je wil toch mensen helpen. Ja. Dus daar verschillen die twee aanpakken best. Ja, en Dan komt er ook meteen zo'n vraag van wat was bij het veldonderzoek nou het leukste inzicht? Nou, hier gaf je een prachtig voorbeeld. En hoe heb je het dan uiteindelijk, uh, want iets waar dus aannames van beleidsmakers uh, helemaal niet klopten met de, de huistuin- en keukenmensen, zeg maar. Dus dat is de vraag. Hier leg je hem heel mooi uit. Hè? Dus je, gaat uh, je zegt ja. tegen de publiek van, nou, we gaan niet meer, het test is niet meer nodig, maar je hebt me zo gedrild dat het zo lang nodig was. En nu moet ik er vanaf. Dus je brengt me in een ontzettende identiteitscrisis. Hoe gingen jullie ja. daarmee verder dan? Ja, plus, wat, wat heel lastig is, is wat zeg je als je hoeft niet meer te testen? Zeg je dan ga niet meer testen? Of zeg je, wij hebben er geen mening meer over. Zoek maar. Dat, dat is ook, ja, daar zit ook een soort gekke spanning. Ik moet begrijpen. Precies. Ja. Um, een heel klein voorbeeldje, heel klein concreet voorbeeldje van het meest interessante inzicht in, in uh, nou, tijdens al dit veldwerk. Wat heel belangrijk is om, uh, nou, om, om ook naar waar Sebast net over had, er komt dan iets van ja, we moeten deze oplossing hebben, gaan het maken, bijvoorbeeld om het maar veel platte. Um, af en toe moet je pushback geven en zeggen, joh, nee, dit werkt niet zo, of we moeten het echt anders doen. En daarvoor heb je cijfers en anekdotes nodig, um, want dat gewoon zeggen dat werkt niet natuurlijk. Um, en een, een heel interessant inzicht. Is dat inzicht. ook weer dat vertrouwen stuk? Ja, moet dat het denk ik wel. Ja, ja, En heel goed ook dat dat gevraagd wordt en dat ze niet zomaar iedereen. Dus, ja, tuurlijk. Maar een heel interessant inzicht uh, vond ik in ieder geval. Want op een gegeven moment waren we het corona dashboard aan het testen. Daar heb ik verder hebben wij daar niet zoveel mee te missen. Nou, ons. Een stukje van team heeft dat heeft niet zoveel ermee gedaan, maar uh, we hadden een test en uh, op het coronadashboard staan allemaal gegevens over uh, uh, hoeveel hoe het virus verspreid is in Nederland en de dichtheid zeg maar van mensen die uh, corona hebben. Op een gegeven moment hadden we een gebruikerstest en uh, we vroegen mensen die regelmatig van het dashboard gebruik maakten. van hey, mogen we eens even jullie op uh, een nieuw ontwerp laten zien. En ik, ik zit met een vrouw te praten. en zij gebruikte dat het, het dashboard regelmatig. en ik vroeg aan haar van. waar kijk je dan naar? En ze gaat door die website. zegt nou ja, hier zie je dus. Uh, hoeveel uh, er positief getest is bij de GGD in het land. Hier zie je, uh, dat vind ik heel belangrijk. Uh, nou, zo'n nog een paar dingen. Op een gegeven moment kwamen ze bij riooldeeltjes in het water. virusdeeltjes in het rioolwater. Uh, dat is gewoon een indicator van hoeveel, uh, wat de, sorry, wat hoeveel mensen corona hebben. En zij zegt, ja, hier kijk ik eigenlijk nooit naar... want ja, ik, heb zelf gewoon niet zoveel met, ik kom gewoon niet zoveel met rioolwater in aanraking. Dit was een hele, hele slimme vrouw, weet je wel... Um, die, die die informatie zo anders interpreteerde. En als je tot je oksels in, in het onderwerp zit... Ja, je kan echt niet bedenken dat iemand... Dat zo opvat, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat ook juist, dat soort verhalen zijn juist ook belangrijk om te laten zien hoe anders mm -hmm. je publiek denkt dan dat jij denkt dat er gaat gebeuren. Ja, En dan sluit misschien de vervolgvraag ook. Design en burger experience is natuurlijk helemaal niet nieuw in de wereld. Hebben jullie tijdens jullie werk ook deel gevoeld van de ontwerpers in Nederland? En trokken jullie met elkaar op? Um, bouwden jullie elkaars ervaringen verder uit? En dus werkte je ook met meer mensen samen daarin? Ja, ik denk uh, mensen zoals Wieken, uh, die niet voor het rijk werken, maar die er wel graag aan dat soort vraagstukken willen werken. En uh, um, mensen als Wieke lopen er ook weinig rond. Dus je ziet wel dat je een bepaalde gemeenschap hebt. Nou, vorige keer zat hier Chris aan tafel. Uh, Chris is toen, die hebben we echt weten te overtuigen. Kom dan bij de overheid werken, want we hebben jouw type, ont, ont, uh, uh, jouw we nodig. type ontwerpen hebben we nodig. Uh, dus die is toen uh, ook echt voor de overheid komen werken. Uh, maar dat is best een uitdaging, want die lopen er nog weinig rond. Je hebt binnen het Rijk je hebt een Rijkstraineeship. Nou, daar wordt meer getraind op politieke sensitiviteit. En hoe schrijf ik een goede die nota? is er een paar keer gevallen. <tie> Waarom is dat zo'n belangrijk iets? Ik onderbreek je heel even, want hij is nu al drie of vier keer ten tafel gekomen. Waarom is dat ook voor jou dan belangrijk geweest... om te leren omgaan met politieke sensitiviteit? Ik heb het gevoel dat... Um... Ik doe dat vast zelf ook, daar niet van. Maar ik heb wel het gevoel dat ontwerpers soms een situatie kunnen binnenstappen en het idee hebben. Ik doe aan human-centered design, dus ik ga even vertellen hoe het allemaal zit. En, maar niet altijd alle context hebben en ook niet weten wat er al gedaan is, wat er al gebeurd is. En dat, dat roept gewoon heel veel weerstand op. En ik denk dat designers juist ook heel erg moeten leren van um, ja, niet alleen luisteren naar je eindgebruiker, maar luister ook echt goed. Wat er, weet je wel, wat er speelt bij beleidsmedewerkers en wat ze al wel en niet hebben gedaan. En niet gewoon er maar van uitgaan dat er nou ja, nog, nog niks is niks geprobeerd. Of dat, of dat je aanpak heel um, revolutionair is. Van oh, we gaan nadenken over een probleem en dat oplossen. Ja, dat, is niet, dat, doen, dat doet iedereen. Het is meer de manier waarop we dat doen, waarop wij dat deden, was mm -hmm. gewoon net een wat snellere iteratie en meer naar feedback luisteren. En het kan dus soms schuren met wat er vanuit Precies. beleid um, wordt neergezet. Wat uiteindelijk weer vanuit de minister komt, wat vanuit de politiek komt. Dus het gaat een beetje in die zin in tegen het systeem waar we landelijk stemmen. En dan verkiezen we iemand en die wordt dan de baas over een bepaald onderwerp. En dan komen er opeens mensen die zeggen: Ja, dat kan wel. En die heeft dan wel het mandaat, maar wij zien dit. Dus eigenlijk kan dat botsen. Uh, en, het, ja, en het is als ambtenaar wordt het heel belangrijk gevonden dat je wel ziet van wat zijn de belangen en, en dus ook weet van wat is er niet haalbaar. Ja, als je twee jaar werkt aan een plan wat niet haalbaar blijkt omdat het bijvoorbeeld geen steun krijgt in de kamer, uh, dan heb je gewoon voor een deel voor niks gewerkt ja, uh, ja. Uh, of dan vindt... stranden dingen. Ja. Uh, dus, uh, dus dat kan heel erg tegen je werken. Maar een ontwerper wordt daar helemaal niet in getraind. Nee, die is er niet mee bezig. Die had direct die feedback op wat een veel directere methode is. Um, en dan is het misschien ook een mooie vervolgvraag: zijn jullie nu ook een voorbeeld voor hoe de overheid vanuit hier verder kan of moet gaan? Dus is dit de manier hoe dat nu met corona ook aangepakt is? Is dat een goede les geweest om in de huidige gang van zaken? Ja, ik denk op bepaalde thema's wel. Maar wij hebben ook gezien, zelfs op, in crisistijd, als er veel kan, uh, uh, zijn er bepaalde. Politiek sensitieve thema's, als je daarin gaat ontwerpen, word je op een gegeven moment door de politiek buitenspel gezet. Of zijn dingen te gevoelig en dan stopt het. Dus dan kan je nooit meer naar een oplossing toe werken. Dus we zien wel, op heel veel thema's kan je dit heel goed toepassen. Uh, juist ook in crisissen, uh, maar ook op andere verschillende domeinen. Uh, maar als het te politiek sensitief wordt, dat was wel een les voor ons, dan ben je eigenlijk. Twee maanden bezig met iets wat dan strandt op een politiek iets en dan sta je als ambtenaar toch wel buitenspel. Uiteindelijk beslist de politiek. Ik val heel even stil, omdat ik denk oké, okay, maar eigenlijk ligt er dus wel heel veel aan kennis en kunde, wat dan niet gebruikt wordt. Um, en... Dat is natuurlijk ook belangrijk om van te leren, ook in de on, ja, toch? De, 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 zodat je als overheid jezelf ook blijft ontwikkelen. Hoe heb, zijn jullie daarmee omgegaan? Bij neergelegd of toch gekeken van hé, hey, dit kunnen we wel of dit kunnen we niet nog aandragen? Ik heb het idee dat er wel heel veel gebeurt, toch? Op Zeker. dit vlak. Het is niet dat er niks gebeurt, er kan nog heel veel gebeuren. Maar volgens mij zijn er allerlei initiatieven, dat weet jij beter dan ik... maar wel allerlei initiatieven die lopen en je hebt grond ja. en je hebt... Nee. Ja, dus er is rijksbreed. Er zijn, denk ik, bijna alle, uh, bijna alle verschillende uh, ministeries... zijn wel bezig met het uitrollen van een ontwerp en aanpak op bepaalde thema's. Uh, en voor ons is dat heel fijn, want wij kunnen al onze lessen daarin borgen. Uh, dat is voor een groot deel. Wel is het zo dat het vaak nog in pilotfases in labs... Zit. Dus het is wel nu de tijd om dat naar een meer professioneel niveau te brengen. Een structurele iets, dat het niet in een pilot blijft, maar iets veel meer geïntegreerd. Ja, zodat je echt beleid maakt, dat je niet parallel doet naast het beleid in een soort lab. Van te kijken, hey, kunnen we zo ook iets neerzetten, maar dat je echt het vormend uh, maakt. En dat dus mensen zoals Wieken gewoon binnen het Rijk ook veel meer rondlopen. Veel ja. meer rondlopen. Nou, en misschien een leuke als deze. In jouw tienjarige ambtelijke carrière, welke ambtenaren werkten zonder dat ze het zelf doorhadden, volgens een ontwerpende aanpak? Dat is misschien wel leuk. Goeie ik vraag. Ik mensen leuke complimenten, <lacht> <lacht> of afdelingen. <laughs> ja, ik weet niet of ik namen moet noemen, maar er zijn zeker ambtenaren die heel erg kijken naar. Oké, okay, maar wat voor aannames ligt hieronder? En hoe kan ik die snel toetsen? Dus hoe kan ik bijvoorbeeld niet. Uh, een groot vijfjarig onderzoek bij een bepaald wetenschappelijk instituut uitzetten en dan krijg je na vijf jaar krijg je, dan je onderzoeken binnen en dan ga je kijken wat kan je daarmee is ook heel belangrijk op heel veel thema's, maar kan ik ook veel sneller kleiner onderzoek doen, kan ik kleinere aannames toetsen, heb ik wel de hele doelgroep nodig om een aantal aannames te testen of kan ik gewoon met honderd mensen um, kijken wat zijn de basisaannames uh, en kan ik op daarvan al op basis daarvan al bezig gaan met bepaalde oplossingen. Ik denk als je hem heel hoog overpakt, je hebt bijvoorbeeld bij klimaat had je die tafels. Zijn we een jaar lang hebben we uh, klimaattafels gehad. Nou, dat is wel, dat gaat ook heel erg over het ophalen van inzichten. Dan kan je zeggen ja, maar dat is veel bij de grote bedrijven en misschien iets minder bij de eindgebruiker. Maar dat, dat, is, dat is wel een eerste stap. Je hebt nu het nationaal klimaatplatform. Dat gaat echt veel meer de samenleving in. Ophalen, hé, hey, waar is nou steun voor vanuit de samenleving? Je hebt dat bij landbouw ook gezien, bij het nieuwe landbouwakkoord, dat ook echt de haarvaten in werd gegaan in het ophalen van al die inzichten. Ik denk wat we dan wel moeten leren is dat je dat wat bindender maakt. Uh, niet ophalen, passen die inzichten bij wat we eigenlijk wilden doen, maar. We weten nog niet wat we gaan doen. We gaan eerst die inzichten ophalen en op basis daarvan gaan we bepalen wat we gaan doen. Dus minder vanuit die oplossingen waar je, waar je ja. al vaak over gesproken hebt, maar meer van wat is er werkelijk nodig en wat gaat te werken, omdat het vanuit die behoeftes komt. Ja. Dus dan en um, jullie hameren ook beide heel vaak op onderzoek, onderzoek, onderzoek. Uh, hoorden we vorige week ook vaak terugkomen, maar. Um, bij overheid voelt het vaak ook dat het jarenlang iets is. En dan, hè, dan wordt er weer iets nieuws geïmplementeerd of geprobeerd. Is dat altijd al iets wat veel tijd hoeft te kosten? Want je zei net ook al: hoeft niet altijd. Veel tijd. En Zeker. Dus, dus ik denk wat, wat we net horen over dat testen, nou, dat konden we door te kijken naar onze eigen. Platformen en, dat, en dat is gewoon bij te houden. Uh, wat vaak ook al niet gebeurt. Dus dat je gewoon kijkt hoeveel bezoekers komen er, op wat voor vragen wordt het meest geklikt. Blijkbaar zijn er dan veel mensen die, die uh, zo'n vraag hebben. Vorige week kwam de casus van uh, prikkers onder afspraak langs, waarin uh, we, er werd gekeken hoe kan je de vaccinatiegraad nog verhogen. Um, toen bleek uh, iets wat de meeste beleidsambtenaren, ik zou het niet zo gauw hebben verzonnen, maar dat veel mensen geen agenda hebben en helemaal niet weten of ze volgende week... een dinsdag om 11 uur een vaccinatieafspraak kunnen maken. Dus dat die afspraak maken en erheen gaan... echt een drempel voor mensen is. Um, ja, Christus, dat is iets wat je ook over, vanuit zo'n Haagse ja. toren uh, niet zo gauw zou bedenken. Maar door gewoon één dag naar Utrecht Centraal te gaan... en met honderd mensen eens te praten... wat houd je tegen om een COVID-prik te maken? Haal je dat soort inzichten op... Uh, en dat leidt weer tot tienduizenden extra vaccinaties. Um, dus dat hoeft niet. Twee jaar onderzoek naar doelgroepen gedrag. Ja, ja. Dus... ja. En het grappige daarvan is, want ik vind prikkels zonder afspraak is echt het perfecte voorbeeld wat mij betreft dat je dus niet. Vroeger was publiekscommunicatie natuurlijk um, vooral zenden van ga dit doen, ga dit doen, ga dit doen. We gaan je overtuigen, verleiden, weet ik wat. Um, als mensen. Best wel openstaan voor die prik, maar en dit is vorige keer. Chris heeft het vorige keer haar scherp uitgelegd, dus als mensen uh, benieuwd zijn naar prik zonder afspraak... kijk dat kijkt echt terug, want het is echt, uh, uh, echt een mooi verhaal. Maar voor heel veel, een beetje context hierover. Als je, als je als iemand er best wel voor open staat, maar de drempel is gewoon te hoog, dan kan je tegen iemand blijven zeggen: Ja, ga doen, ga doen, ga doen. Want je oma en je dit en je, en op momenten mensen die urgentie niet opweegt tegen die drempel dan. Gaat dat niet veranderen? Dan gaan ze die sprong niet nemen. Um, en op een gegeven moment gaan mensen vanzelf wel bedenken waarom zij iets anders doen dan dat ze eigenlijk vinden. Dus dan, ja, wat krijg je dan? Krijg je weerstand. Want dan denken mensen: ja, hou nou eens op, ik weet het wel. Dat is niet het probleem wat je moet aanpakken. Je moet die drempel lager maken. En dat is precies wat Prikkel zonder afspraak heeft gedaan. En ik denk dat dat daarom zo'n mooi voorbeeld is van kijken naar gedrag en hoe dat in elkaar zit. En um, hoe je kan zorgen dat je dan dus tot een goede oplossing komt. Want vaak zit er vraag achter de vraag en zijn dingen dus soms lijken ze iets, ja. terwijl het iets ja. totaal anders eronder ligt. Ja. En die motivatie is ook heel belangrijk, want voor mensen die, voor wie dat wel een stuk urgenter is vanwege misschien een kwetsbare gezondheid of uh, familie of, of wat dan ook. Um, voor hun is dat misschien genoeg, maar dat is gewoon niet voor, al, voor iedereen. Dus je moet ook echt goed kijken naar die verschillende groepen dus. En dan is een interessante vraag. Ontwerpen in de overheid kan je dan misschien beter doen zonder het te vertellen. Is de term wellicht te ver van de bed voor politiek en beleidsmakers? Goeie vraag. Ja, <laughs> ik weet niet of wij daar hetzelfde over denken. Ik, ik uh, herken hem wel heel erg. Um, ik moet denken aan toen wij helemaal in het begin van de COVID-tijd begonnen, toen was Chris, die dus hier dus vorige keer zat, was de eerste ontwerper. En die zet je dan in een team met ambtenaren en die zegt, Hoi, ik ben Chris en ik kom met jullie meedenken en helpen en ik ben een ontwerper. En je ziet tien ambtenaren die denken, wat, wat, wat moeten we hiermee? Wat, wat is een ontwerper? Uh, dus zo zijn we gestart. We hebben ook heel veel geleerd. Nou, dat werkt niet per se altijd even goed. Uh, je moet daar wel wat context voor zien en het helpt als je kan aantonen. Wat kan iemand wel en niet, en hoe kan iemand helpen? Um, wat ik nu vaak doe, is, is eigenlijk aanhaken meer op de toegevoegde waarde van ontwerp, juist in deze tijd. Door dus meer te stellen, um, niet we gaan met jullie ontwerpen, maar we gaan gebruikerscentraal werken. Want elke bestuurder in Den Haag bijna zit met het probleem dat het vertrouwen daalt in die publieke instituten. En met die. Ervaren en die zal ook echt zo zijn, die groeiende kloof tussen die Haagse torens en de mensen waar je het voor doet. Dus hoe kan je die verkleinen, onder andere door meer vanuit die doelgroep te werken, dus via de um, gebruiker centraal of mens centraal aanpak zou je het kunnen noemen. En dat komt dan vaak neer op eenzelfde soort aanpak. Um, maar dat is wat sprekender en je merkt dat dat. Bijvoorbeeld ambtenaren meer meekrijgt. Ja, maar dat wil ik. Ik weet niet of ik wil ontwerpen, maar ik wil wel dat wat ik doe aansluit bij de groep waarvoor ik het doe. Dus door, door daar meer over te hebben. Dus dat je op die manier veel meer uitlegt wat de toegevoegde waarde kan zijn voor, ja. voor iemand. En ook eerder goedkeuring krijgt om een ontwerptraject te starten. Ja, en is, er, is dit bij iemand belegd? Wie gaat dit nu, zeg maar, de lessen die we geleerd hebben, ook werkelijk zorgen dat ze in praktijk blijven toegepast worden? Ben jij dat? Jij zit nu in-between. Uh, ja, ja, ik ben er wel mee bezig. Uh, uh, en ik, nou, als daar nog vragen over zijn... dan kunnen mensen me daar ook zeker over uh, contacten. Volgens mij zullen willen aansluiten? Of, uh... Wat er gaande is... Kijk, want wat wij nu delen zijn onze lessen vanuit... COVID-tijd en daarna VWS. Uh, maar er zijn rijksbreed, zijn er op allerlei plekken. Uh, heel veel ont ontwerpers bezig. Je ziet het bij gemeenten al langer. Die hebben vaak wel iets andere vraagstukken. dan dat er binnen de Rijksoverheid zijn. Die zijn wat abstracter. Uh, vaak. Um, maar er zijn alle, allerlei clubjes bezig. Die hebben allemaal lessen. Wij hebben wel de luxe gehad dat we echt een heel ontwerpteam hadden. Wat echt in drie jaar, na nou, zo'n 25 ont ontwerp. Uh, ontwerp. traject heeft kunnen. Uh, draaien, uh, dus die lessen moeten we goed borgen, maar dat moeten we samen met die andere clubs doen. Want als we één ding zien, is dat het veel ontwerpers niet per se uitmaakt of het op sociale zaken of volksgezondheid is, maar ze willen die, die, die expertise graag toepassen op maatschappelijke vraagstukken. Dus het helpt om dan als rijksbrede club te kijken uh, wat is daar mogelijk. En dan is het leuk dat er nu wel vooral gecoördineerd vanuit algemene zaken wel een ontwerp. Community uh, op dit moment wordt opgezet van al die ontwerpers die op die verschillende plekken zitten en ook elkaar kunnen helpen do door onder andere het delen van die lessen. Ja, en delen van lessen en een win-win creëren zodat je niet wielen opnieuw uitvindt, maar dat ja. je veel meer he, uh, samen kunt aanpakken en aanvliegen. Um, iemand vraagt ook: zou de overheid niet gewoon standaard op elke website een open feedbackknop moeten hebben die op het bureau van de beleidsmaker terechtkomt? Ja. Ja, Ik herhaal hem nog even. Mm -hmm. <laughs> zo kort en krachtig kan de antwoord zijn. En waarom is het zo'n volmondig ja? Omdat um, eigenlijk alles waar we het vandaag over hebben gehad, he, dat je eigenlijk pas uh, weet hoe dingen echt landen en geïnterpreteerd worden op het moment dat je iets live zet en niet wat jij van tevoren bedacht. Je kan een, een geïnformeerde beslissing maken, maar wat er dan echt gebeurt, dat ja, weet je toch niet. Um, en. Op die manier kan je gewoon heel erg itereren en echt kijken: veel wat is hier. Soms kan het echt in zo'n lullig woordje zitten, mm -hmm. um, waarom, waarom een grote groep het heel anders interpreteert dan dat je het bedoelt. En juist dat, um, en dat noemde ik eerder: dat kopie vaak een beetje over het hoofd gezien wo wordt, um, niet bij overheid, maar ik zie dat in bedrijven, andere organisaties ook veel. Um, Terwijl dat juist heel, heel erg belangrijk is. En, en dat daarin optimaliseren... Het gaat eigenlijk over optimaliseren. Want wat je online zet, moet gewoon al wel goed zijn. Het moet wel gewoon du duidelijk zijn. Maar je gaat optimaliseren. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen ermee uit de voet kunnen. En dat kan alleen maar als je die feedback krijgt. Dus uh, ja, ik, ik ben heel erg voor. Er zijn ook wel wat initiatieven die, die uh, lopen om dat, um, om dat te doen. Ik weet niet wat de status daarvan is. En Sebastian, is, is die vraag... Dus wil je die eerst antwoorden? dan heb ik er een volgende afwas voor je klaarstaan. <laughs> Misschien is het makkelijker. Die status, uh, ja, ik, dat weet ik ook niet goed, moet ik zeggen. Er wordt inderdaad op verschillende plekken binnen het Rijk gewerkt aan hoe kunnen we veel structurele feedback ophalen. Binnenlandse Zaken is daar volgens mij veel mee bezig, zijn er ook goed in, maar die, dat weet ik ook niet precies hoe dat nu loopt. Maar is de overheid ook ergens bang voor feedback? Vinden ze het fijn om het te krijgen? Is het spannend om het te krijgen? Nou ja, bang, je krijgt het direct en het hoeft ook niet per se gelijk open... of je hoeft ook niet gelijk aan te tonen wat je ermee doet. Dus die angst zal meevallen. Ik denk dat, dat het vooral dan voor een overheid een vraag is... oh ja, dan heb ik nog, 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 meer, nog meer wat er bij mijn dodo do C. komt... en wat moet ik daar dan mee? Dus het, dus het moet wel op een bepaalde manier binnenkomen... dat een ambtenaar ook weet van wat moet of kan ik hiermee? Um, maar je hebt bijvoorbeeld als ambtenaar als je een advies uitbrengt... van ik denk dat we dit en dit moeten doen... Uh, staan daar altijd overwegingen in? Zoals wat is de politieke context? Wat is de juridische context? Mag het? Kan het? Is er draagvlak voor? Het zou natuurlijk heel mooi zijn als je ook dit daarin zou kunnen meenemen. als je een plan presenteert en zegt, hé hey, maar en ik kan zien dat heel veel mensen hierom vragen. Of ik heb drie opties en bij optie drie zien we gewoon dat daar vanuit de feedback die we ophalen heel veel steun voor is. Veel, veel, veel meer dan optie twee. Um, dus het zou zeker een extra middel kunnen zijn in de toolkit van zo'n ambtenaar. Om, uh, en het vergroot actief. zo ook het, het grote belang van het vertrouwen over en weer. Als ik jou, jullie zo hoor vanuit het hele verhaal, is: je doet het uiteindelijk ook voor de burger. Je bent zelf ook de burger. Ja. Dan even in functie, maar nog steeds blijf je ook de, de mens die woont in zo'n samenleving. Dus. Um, Jij had ook Wieke's Wekelijke Wetjes, die kunnen daar misschien ook mooi op aansluiten. Je moet er allebei om lachen, maar wat is dat? Um, het was, uh, we hadden wekelijks een meeting met het team. Um, wat is er gaande? Loopt iemand ergens tegenaan? Heeft er iets te delen? Um, Um, eigenlijk was, het was een demo volgens mij, gewoon, waar we ook lieten we hadden zien elke donderdag een demo ja, waar we even waar we dingen lieten ja. zien wat er ontwikkeld werd en zo. Dus aan elkaar. Demo is je laat zien wat er op dat moment ja. nieuw bedacht is van hé, hey, misschien werkt dit. Ja. Ook best gek voor bij de Rijksoverheid. Oh. Oké. Okay. Ik denk dat het voor jou minder was. Ik ken het uit de, uit, uit de start-up wereld. We doen even elke donderdag een demo. Ik kende het niet vanuit de overheid nog. Nou, het was alsof er niks anders deed. Ja. <laughs> um, dus het went heel snel, dat is uh, ook weer positief, ja. toch? Dus je ziet hoe wendbaar mensen ook binnen ja. de overheid kunnen en zijn. Ja, ja dat was altijd heel gezellig. Um, ja. Ook nog is het ook belangrijk, natuurlijk. Uh, we hadden ja, en daar la laat je gewoon dingen aan elkaar zien um, en kan je nog feedback ophalen van mensen die net even een andere expertise hebben of een ander team zitten. En daar. Dus dat is heel leuk. Um, en um, Waar ik een beetje tegen aanliep is dat um, uh, ik vind het fijn om meer mensen te kunnen betrekken in dat onderzoek. En dat ik niet de enige ben die bezig is met onderzoek, maar dat er meer mensen, niemand hoeft onderzoeker te zijn en daar heel veel tijd in te besteden, maar de, de, ja, de onderzoeksmindset, zeg maar, die voelde ik dat die wat breder gedragen kon worden. Um, en ik vond het leuk om updates te geven over hoe. Die feedback zorgde voor betere tevredenheid. Maar elke keer die nummers opdrijven was gewoon een beetje saai. Um, dus op een gegeven moment hebben we een wetje gedaan. Dan elke, we hadden een dashboard en daar konden we heel makkelijk op zien... van, van uh, alle pagina's van de website. Um, hoeveel mensen er kwamen in de afgelopen nou ja, per tijd. Zeg maar. En wat de tevredenheid was. Duimpje omhoog of duimpje omlaag. Super simpel. Die twee variabelen, zeg maar, die gaven een, uh, aan op een, in een tabel hoe urgent voor, voor ons zeg maar, hoe urgent het was om daar iets mee te doen. Als veel bezoekers uh, een laag score geven, dan gaan we daarmee beginnen en niet die paar mensen op een, een van de nou ja, zijpagina waar niemand verder komt. Um, en zo konden we dus ook snel zeggen van nou oké, okay, deze gaan we nu komende week aanpakken. En dan hadden we nog niet bedacht hoe we dat dan gingen doen. Soms wel, soms hadden we al iets van, nou, dit is hoe we dit willen veranderen, um, wat denken jullie dat er volgende week gaat gebeuren? En waar staat uh, in de grafiek, waar staat het bolletje uh, van tevredenheid uh, volgende week? Um, en dan uh, gooi ik er een nummer in en dan uh, ja, gingen mensen wedden van... Uh, nou ik denk dat de tevredenheid van uh, 69 volgende week naar 75 gaat bijvoorbeeld. Dus dan... eigenlijk het beter helpen van mensen werd een soort spelletje voor ons. Hoe kunnen we zorgen dat mensen zich nog beter geholpen voelen? Ja. Ja. Dat mensen beter snappen, wat moet ik nou? Moet ik testen? Kan ik, nou, kan ik weg of niet? Moet ik... En zo hielden jullie elkaar dus ook scherp dat dat de focus bleek... Ja. Bleef, hè? Dat je de mens die de informatie moest begrijpen en dat je dat ook wilde dat dat gebeurde, dat dat continu de focus ook bleef. Dat je niet ja. verdwaalde in alles wat er moest gebeuren en ja. van iedereen die ja. op je afkwam, zeg maar. Als ja. ik het zo goed beluisterde, ja, als je op samen te iets vatten. Met honden, op een gegeven moment met huisdieren of huisdieren besmet konden raken of zoiets. Of, of je van je huisdier besmet kon raken, zoiets was het. En um, om een van de redenen kreeg dat heel veel aandacht dat topic vanuit, nou ja, een, een, ergens binnen VVS, um, misschien iemand die dan toevallig een hond had of iemand tegen was gekomen die die vraag heeft, ik weet het niet, maar dat voelde, dat kwam over als het een heel groot thema was in de samenleving. Ja. Uh, en die pagina hebben we op een gegeven moment gemaakt, ja, er waren een paar mensen die dat bezochten, maar dat niet zoveel. Maar dat is dus dan is heel fijn dat je kan zien van, oké, okay, um, als je op... op, op zo snel itereert, dan heb je ook niet tijd om altijd echt goede kwantitatieve feedback te doen. Dus soms moet je het ook gewoon doen met kwalitatief. En dan weet je wel wat een issue is, maar niet in hoeverre die voorkomt in de hele populatie. Dus dan moet je gewoon wat proberen en niet een discussie aangaan over of dat wel of niet belangrijk is. Prima, zet het online. We zien wel, weet je wel. En dan zie je wat daar op feedback op terugkomt. Ja. En dan weet je, hey, dit is er is hier heel veel meer bij nodig aan uitleg en informatie. Ja. Ja. Of niet, en dan kan je het laten. Ja. Dus dan scheelt je ook heel veel tijd. Nou ja, um, even, we zijn bijna aan het einde snel voorbij gevlogen. Hè? Maar er toch wil ik heel graag weten wat jullie gouden tips zijn. Uh, waar, waarvan je zegt van nou, dit moet je echt meenemen. Ook in het nu en in de toekomst met elkaar van alles wat wij geleerd hebben en wat wij zelf ook nu meenemen. Ja, ik denk mijn tip zou dan zijn voor uh, uh, ambtenaren zoals ik. Uh, Um, en dat is wel dat er echt op het vlak van onderzoek zoveel meer mogelijk is. Ik was echt getraind in het uitzetten van langdurige onderzoeken en op basis daarvan een advies en dat dan weer meenemen. Maar de laatste vier jaar, vijf jaar eigenlijk gezien hoe je um, ook vaak veel kleinere dingen zoals de dingen die we net, net noemden, gewoon in weken kan testen. En daar al niet, niet per se enkel om het maken van je beleid, maar vooral ook het verbeteren van je beleid. Zo heb ik van uh, ontwerpers geleerd dat je om 80% van de inzichten rond iets op te halen vaak zes of zeven interviews al afdoende is. Terwijl in mijn hoofd zat heel erg, gelijk ik moet minimaal een 500 of het liefst 5000 mensen hebben en dan weet ik, is er draagvlak voor. En dat klopt voor bepaalde zware onderwerpen, maar je kan heel veel toetsen uh, door gewoon ook kleinere onderzo onderzoeken te doen. En, en... Ik onderbreek heel even, als ik luister, dan. De betrouwbaarheid is voor heel veel mensen heel erg belangrijk. Dus het is betrouwbaar nog steeds, ondanks dat het minder tijd heeft gekost, met minder mensen is gedaan. Afhankelijk van je casus. Maar er kan ook heel veel, um, juist voor het bedenken van nieuwe toepassingen, uh, kan je ook heel veel op basis van juist kleinere toetsingen doen. En kun je dan sparren met een wieken daarover? Van voor de, dit probleem of met deze casus? Is dit wel of niet een handige onderzoek, handige manier van aanpak? Daarin zijn typen zoals Wieke onmisbaar, ja, want ja. die kunnen je precies vertellen: oké, okay, als dit je vraag is, dan kan dat niet, dan moet je echt 5000 mensen hebben. Of, eh, nou, dan zou je tussen deze drie soorten kunnen kiezen en elke heeft zijn voor en zijn nadelen. Oké, okay, en wil je nog verder iets toevoegen in je gouden tip over onderzoek? Want ik moest hem heel even verder uitpluizen, mm. zodat we zeker weten. Want ja, als je denkt van ja, maar ja. Uh, straks, ja, dan, dan doe ik het kort. En is het niet betrouwbaar, is er weer een zonde van, uh, van het geheel geweest. Er kan echt veel meer dan je denkt. Uh, en er zijn heel veel type onderzoek mogelijk. Uh, daarin hebben we nu ook een soort overzichtje gemaakt van wat kan er allemaal delen we graag. En waar vinden we dat? Moeten we jou mailen? Ja, jou ja? Kunnen we jouw mailadres in. komt in de chat. Dus dat mag. Ja, oké, okay. zelfs de duim omhoog daarvoor. Dus dat is heel makkelijk. En dan kan jij ons wegwijs maken in. En is dat ergens bij de overheid in een interne intranetachtig iets terug te vinden? Het, er zijn meerdere ministeries die een toolkit hebben waar het in staat. Uh, dus uh, ja, dat is op verschillende plekken terug, terug te vinden. Maar het makkelijkste toch dan via jou, zo ja, simpel is het. Heb nog jij nog een gouden tip, Mieke? Ik, ik denk als het gaat om hoe... Want eigenlijk het vraagstuk waarvoor we hier aan tafel zijn... is hoe zorgen we dat die aanpak op de juiste manier wordt geïmplementeerd... dat het veel oplevert. Dat we dat ook als... Ja, ontwerpvraagstuk, gedragsvraagstuk moeten benaderen en kijken. Iemand moet dat op een gegeven moment gaan doen. Zeggen van: hé, hey, als, als we vinden dat dit belangrijk is, dan gaan we tijd besteden aan hoe zit het, waarom is de situatie, waarom is dit nog niet hoe we het doen? Wat staat er in de weg? Um, zijn er eventueel weerstanden? Hoe, dus echt die, nou ja, zoals je een ontwerptraject doet voor testbeleid, uitleggen bijvoorbeeld. Um, zo kun je dat natuurlijk ook doen voor hoe, jij je processen gaat, hoe de overheid zijn processen inricht. En dat is misschien al aan de gang, hoor want ik ben al ja. anderhalf jaar er een beetje uit. Maar volgens mij is Pont hier ook wel mee bezig. Ja. Uh, dus ja, dat. Ontwerpaanpak ook in je processen. En wat heeft dit alles, Sebastian, voor jou als ambtenaar dan? Hè, veranderd in jouw manier van hoe jij nu jezelf en je werk benadert? Um. Nou, het heeft in ieder geval mijn geloof versterkt in dat er andere manieren nodig zijn, ook om vanuit de overheid de huidige problematiek aan te pakken. En er zijn heel veel landen die daar ook nog wat verder in zijn dan, dan wij. Maar we kunnen niet met de methode van de meer klassieke beleidsmethode, kunnen we niet een aantal vraagstukken zoals die groeiende, die groeiende polarisatie en dat dalende vertrouwen, eh, daar zal iets anders voor nodig zijn om dat vertrouwen te herstellen. En daarin kunnen dit soort ontwerpende werkwijzen kunnen heel erg helpen uh, dus voor mij betekent dat dat ik dat ook de komende jaren veel meer ga uitdragen. En ook te kijken welke lessen kan ik daarin di direct toepassen op andere plekken. Want er zijn zoveel crisis eigenlijk. Er, zeg maar, het lijkt wel alsof we de laatste jaren alsof we van crisis naar. Crisis rennen. Dus hoe kan je nou de les hiervan daarin meenemen om ook in die crisis te zorgen dat je dat vertrouwen kan vergroten? Precies, en niet de wielen opnieuw uitvindt. Want er is dus al zoveel geleerd en zoveel meegenomen. En dat heb je heel duidelijk hier aan tafel ook gehoord. Dankjewel allebei. Het was fijn om met jullie in gesprek te gaan. Eigenlijk hadden we nog veel meer uren kunnen vullen. Zo simpel is het, <laughs> toch? Ja. Dus is er nog iets wat je niet gezegd hebt waarvan je zegt: dit moet je ook nog even weten? Waren we zo volledig. Nou, dat ver, dat, wat je nou verbaasd heeft aan het ministerie, die vraag heb ik die niet. Die laatste hoor, ja. Ik um, heb er ook en, drie keer aan gedacht om je dat te, te vragen. Uh, <laughs> dat ik zat even naar je aantekeningen, het kijken. Ja. Ik dacht, he. um, Nou, wat, wat mij meest verbaasd heeft, Sebas heeft net gezegd: van ja, uh, Chris, die uh, strate designer, die toen in het team kwam, die kwam in een team met tien ambtenaren die dachten van... ontwerp en aanpak. We. Jij omschreef dat alsof er tien ambtenaren zaten... die totaal nog helemaal van niks wisten. Ik ben een driekwart jaar later... denk ik dan, ja. hem begonnen, zoiets. Um, ik, kwam echt, ik had echt het idee... dat ik in een team kwam... dat gewoon niet anders deed. Dus ik vind het ja. gewoon heel grappig... hoe snel dat toch relatief is gegaan. Dat vond ik heel tof om te zien. Ja. Dus die ja. wendbaarheid... en de met elkaar samen zo snel opgaan... en groeien is er... Ja. Dus het is een kwestie van met elkaar erop doorpakken. Nou, ja. Een hele mooie afsluiter, denk ik, van deze dag. Dankjewel dat je mee hebt gekeken. Hij is al een paar keer genoemd. Deel 1 is er ook. Kijk ook vooral terug. Um, deze komt ook op de website. En wij zien je heel graag in een andere, een volgende gebruikerscentraal webinar. En heel graag tot een volgende keer. En een fijne dag.